Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. Welkom bij deze nieuwe weekly vlog. Het is nu 10 uur. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam. Ik was al bij mijn ouders blijven slapen gisteravond. Ik ben niet zo lekker. Het gaat de laatste tijd even wat minder. Ik ben al 2 weken lang gewoon misselijk. Ik heb een misselijk gevoel heel erg hierboven. Hartkloppingen. Gewoon, ja, ik denk gewoon stress en te druk. Dus ja, ik dacht, ik doe even rustig aan, lekker. Ik ga nu weer naar Amsterdam. Ik ga lekker naar kantoor, rustig aanwerken. Een sportlesje doen, dus even rustig aan. Heerlijk. Vanavond ook niet te veel doen. Gewoon even rustig aan allemaal. Dus... ja, ik heb wel een heel leuk weekend gehad, maar ja, het was misschien eventjes allemaal te veel, I don't know. Ik merk gewoon dat alcohol me echt heel erg tegenstaat, maar ja, dat is natuurlijk logisch als je misselijk bent. Dus daar ga ik gewoon even wat in minderen. Hoe gezellig ik het ook vind om een drankje te doen, ja, it's not for me at the moment. Hallo allemaal, het gaat inmiddels a bit better. Ja, weet je, we doen het er gewoon mee. Ik ga even lekker een rondje lopen, want dan kleur ik mijn head en mijn headspace en mijn gedachten. Want het is best wel een mooie avond eigenlijk. Kijk, het zonnetje schijnt lekker. Dus ik ga gewoon even lekker een rondje lopen. Ik heb vandaag rustig aangewerkt en net Friends gekeken en kippensoep gegeten. Want er is heel lekker kippensoep gemaakt. Echt de best kippensoep. Love it. Dus even rustig aan een dagje. Zo, ik ben even terug van een rondje lopen. Ik ga nu even... alle beelden importeren van de vorige week vlog op mijn laptop. En misschien al een beginnetje maken met editen. I don't know what this was. Ik ben echt fucking ver gegaan. Ik ben heel naar het Vondelpark gelopen. Daarna een rondje in het Vondelpark gelopen. En daarna weer terug. Het is ongeveer vanaf mijn huis naar het Vondelpark 15, 20 minuten of zo. Dus ik had echt dik een uur gelopen. Ik word even een editavondje. En misschien even nog Friends kijken. En ik heb lekker een deco of koffietje voor mezelf gezet. I love it. Time to brush the teeth. Ik heb helemaal geen make-up op, dus ik hoef het ook helemaal niet af te halen. Nou, dat vind ik top. Ik moet morgen wel weer even make-up op doen. Want ik lijk wel echt een zombie. En ik moet even zelf brein erop doen, want ik ben echt... wat zit je aan te zeggen? Ik zit hier in een vlog te praten. Oh. En ik wat lult zij. Nou, ik denk dat plaats het net hard genoeg is. Ik wil lekker tegen mij. Oh ja. Dit is mijn fave self tan. Isle of Paradise. Werkt echt goed en niet vlekkend. En dat meng ik dan gewoon met een crèmetje. Dus bijvoorbeeld deze crème van Cetaphil is heel chill. Top duo. Maar ik ga eerst even tanden poetsen. Ik gebruik deze Whitening Heat Tamsa van Look Fantastic. Of nou niet van Look Fantastic, maar ik hou het bij Look Fantastic. En dan hebben we ook van die whitening stripes. Wat heel chill is om je tanden te bleken. Dat heb ik van Floor. Shout-out naar Floor. Oké, dan doe ik dus deze zelftem. Doe ik een paar druppels. I don't know. Ik doe altijd een paar wat. En dan dus een beetje crème. Dan meng ik het een beetje. En doe ik onbeweegd. Echt very much needed. En dan ga ik slapen. En dan ben ik morgen hopelijk... a little bit more tan. Ik ga nu lekker mijn bed in. Goedemorgen, maar het is vandaag dinsdag. Ik ga even een ochtendje naar het kantoor. Ik heb weer zo'n headband in. Ik vind het wel leuk. Maar ik weet ook nog niet helemaal of het me nou staat of niet. Kijk erbij, dit blouseje. Een spijkerbroek. Nee, het is wel leuk. Ik ga naar kantoor. Doei. Ik ben schoor. Hallo allemaal. Het is inmiddels kort voor 4. Ik heb even een middagje thuis gewerkt, want ik ben echt kapot en moe en ik moet zo sporten en ik wil niet. We gotta. Ik heb by the way deze nieuwe zonnebril van zonnebrillen.com. Echt, I freaking love it. Hoe leuk is deze? Je kan dus nog steeds met mijn kortingscode Sara met 20% korting shoppen. Always bij zonnebrillen.com. Love zonnebrillen.com. Echt a lot. Dus dit is echt helemaal mijn nieuwe vibeje. Ik heb even lekker ijskoffietje gemaakt. Jum jum jum. Nou, ik heb de gym fit aan. Ik ga even een lesje bodyclub doen. I'm so not ready, but we still are going. Zeg maar, weet je wat het is? Ik ga gewoon lekker mijn eigen tempo doen en dan zien we het wel. Nou, ik ben terug van het sporten. Het ging best goed, maar ik heb gewoon even rustig aangedaan. Ik ga nu lekker Friends kijken en soepje eten die Sue gisteren heb gemaakt. Oh, zo lekker is die kippensoep. I love it. Het is weer echt een van mijn favoriete drankjes. At the moment is kombucha. Het is gewoon, en dan de zero. Oh my god. Zero. Het is gewoon zero calories. En kombucha is een soort gefermenteerde drank. Dus het is heel goed voor je buik. En voor je darmen. Door de bacteriën die erin zitten. En dan de ginger en lemon. Ik ben echt obsessed. Ik drink dit echt, denk ik, elke dag. Even lekker stokbroodje nog. Zoals jullie weten ben ik mega fan van Look Fantastic. En nu heb ik altijd een heel leuk unboxing met een pakketje. Mijn pakketje is gewoon gezoden. Dus ik krijg een nieuwe. Maar aangezien de samenwerking er is en ze graag nog live willen en ik met jullie de korting wil delen, dacht ik, misschien is het leuk als ik jullie mijn favoriete make-up producten van het moment vertel. Look Fantastic, ja, kennen jullie waarschijnlijk wel inmiddels bij mij. Look Fantastic heeft bijna alle soort beautymerken. En ze hebben altijd hele goede kortingen lopen. En daarbovenop kan je ook nog eens mijn kortingscode gebruiken. Dat is een doorlopende kortingscode, Sara VLF, zal hier in beeld staan. Zet het in je notitie, stuur het door naar je vrienden, want hij is gewoon altijd te gebruiken. En dan krijg je altijd de passende kortingen toegepast. Dus ja, het is gewoon heel chill dat je gewoon best wel wat duurdere merken, maar ze hebben eigenlijk ook goedkope merken, met korting kan kopen. Dus ik dacht even leuk om ja, wat favorieten te laten zien. Ik begin even met parfums, want ze hebben dus ook parfums, hair tools, skincare, make-up producten. Nou, ze hebben alles. Eentje die ik heel chill vind voor overdag is deze van Replica. Beachwalk heet die en ruikt zo fucking lekker. I love it. Die ook wel heel erg everyday is, maar ook lekker van avondje uit. Vind ik deze van YSL en dan de geur Libre. Ah, ook zo lekker. Dit zijn mijn favoriete parfums van het moment. Je ziet het ook echt, want deze is bijna op en die andere ook. Deze is ook bijna op. Dan mijn favo primers zijn deze van Bobbi Brown. Vitamin C. Dit is een moisturizer en primer in één. Hij geeft zo'n glowy huid. Heel erg chill. En dan deze Studio Fix. Als ik echt wat meer make-up opdraag. Deze heb ik echt voor de poriën. Dus dat je niet zo gaat glimmen. Dat het wat egaler wordt. Dus deze combinatie is top. Dan mijn favoriete foundation is deze van YSL ook. Daar heb je ook een hele bekende concealer van. Maar deze foundation is perfect. Ik heb de kleur BD40. Het is gewoon een perfecte bruine kleur. En dit is dus niet heel dekkend. Maar dat vind ik juist wel mooi. Want dan wordt het gewoon wat natuurlijker. En daarbij gebruik ik altijd deze concealer van Bobbi Brown. Maar een ander favorietje is zeker deze van Nars. En dan heb ik de kleur Custard. Deze is wat lichter. En deze is echt mijn huidskleur. En dat is de kleur beige. Favoriete bronzerstick kennen jullie waarschijnlijk ook wel van mij. Deze van Anastasia. Echt, ik heb zoveel vriendinnen hiermee geïnfluenced. Dit is de meest creamy, perfecte, assige, bruine contourkleur. Niet te bruin, wordt niet oranje. Het is heel assig. Blendt perfect in. Je doet er ook heel lang mee. Kijk, hij is nog bijna helemaal heel. En ik heb deze echt al fucking lang. Dus deze is top. En ook deze liquid blush van Laura Mercier is mijn ultieme fave. Zo'n mooie kleur. Dan een van mijn favoriete producten op deze aardbol is deze YSL primer mascara. Ik heb geen wimpers voor mezelf. Met deze primer krijg ik gewoon super stevige, gelifte wimpers. En ze blijft dus ook gelift. Ik zal een linkje van Look Fantastic trouwens in de comments zetten. Je kan het gewoon in die zoekbalk allemaal opzoeken. Favo setting spray is deze van Urban Decay, de All Nighter. Ik zweer, hiervan blijft mijn make-up gewoon echt beter zitten. Ik ga hem nu opdoen trouwens ook, want ik ga zo sporten en daarna heb ik een etentje. Nou, er zit daarna gewoon nog steeds meteen mijn make-up goed. Ook hou ik echt van alle producten van Ordinary. Kopen ze ook bij Look Fantastic. Ordinary is echt very budget skincare, maar echt super goed. Ja, er zitten niet allemaal poespas bij. Het heeft gewoon wat het heeft en het doet gewoon wat het doet, zeg maar. Een hele fijne dagcreme vind ik deze van Clinique. super lightweight, zeg maar. Ja, smeert echt heel zacht uit. En ik krijg gewoon helemaal zacht huidje ervan. Ik heb eigenlijk altijd alles van Look Fantastic. Dit is gewoon een hele chille website. Want ja, de prijskwaliteit is gewoon top. Je hebt veel kortingen. Ze hebben bijna alle beautymerken. Ze hebben ook shampoos, Olaplex, Kerastase. Echt, noem het maar op. Ook chill voor cadeautjes kopen. Lekker met korting. Slaat op. Gebruik het. En ja, sla je nieuwe favorieten in. Want ik ben er very happy mee. Hallo allemaal. Welkom to the vlog. Welkom to the scare vlog. We zijn bij de McDonald's voor een samenwerking. What a life goals. Wow. Goedemorgen. Geen samenwerking met een Mac. Maar dat is tot heden nooit gebeurd. Heb jij wel eens een... Volgens mij doen ze wel eens. Nee, ze nee. Ik ken wel een influencer die met de Febo een samenwerking had, maar dat was niet betaald. Maar die thuisbezorgd misschien toch? Ja, die wel. Maar dat is niet echt een snackbar. Ze hebben helemaal niet gemixt. Dat ze niet die roerlepel hebben. Vroeger deden ze altijd met die lepel zo in die mixmachine. Ik denk dat ik al 2 jaar geen McFlurry op heb. Die influencer die ik ken, die vond dus een vitaaltje lekker. Ja. Wie was het? Een koket. Zij had gewoon onbeperkt dat ze vitaaltjes kon. Hou je bij. Ze had een soort pas of iets dat ze kon laten zien. Dat zij gewoon overal waar ze ook was altijd dat kon onbeperkt konden. Hey, ook een Greenwheels. Nee. We zijn dus in de Greenwheels. Want het is haar. Ik wou helemaal mijn mond stoppen, maar het zag er echt veel seksueel uit. Oh mijn god. Dus bij mij voor de samenwerking van de NS. En de Greenwheels is dus ook van de NS. En de checkscooter ook. Ik wist dat echt niet. Nee, wist ik ook niet. Maar zo functioneel. Jij gebruikt heel vaak Greenwheels. Nou, niet heel vaak. Nou, je hebt zeg maar mensen die het nooit gebruiken. Jij gebruikt best wel regelmatig, toch? Ja, maar ook. Ik heb echt sinds maand mijn rijbewijs. Dus dan kan ik het een beetje blijven oefenen. Als ik nou iets ga doen, wat vers, dan ga ik met de Greenwheels, ja. Nou, maar ik ben benieuwd hoe duur het nou is. Ja, maar een half uur in een rij gestaan was echt fucking druk. Echt heel druk. Bizar. Iedereen had hetzelfde idee. Ik heb dit zo lang niet op. Ik heb een soft ijsje. Dus was die nou maar €1? Vroeger was die echt 60 cent of zo, toch? Als ik ooit in mijn leven een tent open waar we soft ijsjes verkopen, wat niet gaat gebeuren, maar... Waar is de bom? Dan zou ik, en dit is echt een lifehack, mijn softijs zouter maken. Ik maak geen grap, er is 1 softijs tent. Ikea had ook best wel zout, die stopte er zout bij. Dat maakt het gewoon insane. Ik wilde amazing en insane tegelijk zeggen. Insane. Huh? Ze zeggen plastic toeslag bij mijn McFlurry, maar het is letterlijk een houten lepel en een kartonnen bakje. Oh. Maar er zit wel plastic in. Ja, echt fuck af. IJshoorntje, ja, €1. Coca-Cola, €3 gewoon. Een cola. Wow, dit is een basic fit. Ja. Zieks keer. Wow, die ziet er, sorry, maar echt heel basic uit. Ja, het doet zijn naam. Sorry, maar het is gewoon een industrieterrein. Sorry, maar dit is gewoon... Ik moet het even laten zien, maar dit... Ja. Dit is de meest basic fit die ik ooit in mijn leven heb gezien. Het is gewoon een garagebox. Bij zijn boerderij dacht... Te veel mooie gyms alweer gewend. Ik zou het nooit meer terug kunnen naar mijn gym in Nieuwkoop daar. Unpopular opinion, maar ik vind het altijd wel... Types die een beetje rondlopen, zo bij de McDrive. Van die gasten die nou een beetje zo net te cool gaan doen met een auto en zo. Ik vind het wel wat hebben. Dat echt totaal niet, maar ik dacht dat het gesprek heen ging. Ik vind het wel wat hebben. Ja, ik nou, scoor een leuke roosje weer. Dikke auto zoeken, nou dan zit je goed. Nou, waarschijnlijk zie ik het crimineel. Ja, sowieso. Je hebt 2 type of guys, zeg maar. Ik heb echt de gasten gedate die op een zaterdagavond domino's willen bestellen. En ik heb de gasten gedate die zeggen, oh we gaan naar een goed Italiaans restaurant. Ja. Zeg maar de 2 type of guys. Ja. En Tris was echt een KFC domino. Ja. McDrive in de avond in de auto persoon. Maar ik zit er tussenin. Ik vind beide leuk. Ik ook. Ik kan voor beide wel. Ik vind echt een leuk avondje uit leuk. Maar ik vind het ook soms heerlijk om gewoon even lekker te bestellen. En te vreten op de bank of in de auto. Ja, ik ook. I love it. Want ik heb altijd een soort met uit eten. Vooral als echt zo'n fancy dinner. Dan moet het een soort verplicht leuk zijn. Of een soort, er hangt dus... Zij werkt heel vaak, is het ook wel leuk, maar er hangt wel echt zoiets van, I don't know. En op de bank, dan zie je gewoon lekker chill in je natural habitat. Klopt. Ook even een heel ander onderwerp, maar ik vind het ook grappig dat mannen hebben altijd zo'n soort van, hun ding was altijd eten. Zeg maar elke avond bijna hetzelfde. Ja. Nou, niet, niet elke avond bijna hetzelfde, maar bijvoorbeeld dan mannen onder elkaar, bijvoorbeeld mijn huisgenoten, die hebben dan gewoon 3 dingen die ze altijd koken. Ja. En dat is het gewoon. Maar Stan eet denk ik letterlijk elke dag hetzelfde. Ja. Je eet of kwark, of pindakaas, of eieren, of kipfilet. That's it. En ik heb echt fases van dingen. Ja. Ik zit nu in mijn watermeloenfase. Ja. Ik heb vandaag een halve watermeloen op. En echt een grote. Gewoon echt 4 kilo dingen. Hoe kan dat? Ik denk gewoon 2 kilo watermeloen op. Hoe kan dat? Maar word jij dan niet zat? Ja, wel. Dus over een week moet ik het echt uitkosten. En dan moet ik weer even een half jaar niet eten. Ik heb ook echt een hele lange havermoutfase gehad. Oh. Havermout met bosbessen en dan een beetje pindakaas ook en zo. Maar je hebt je ijs, dat is echt heel je leven door. Ja, dat is geen fout. Nee. Ik heb altijd ijs nodig. Maar ik heb dat wel in mijn hele leven, dat ik echt van ijs hou. Ja. Als kind al, toetjes. Als ik jarig was, ik wilde nooit taart, ik wilde altijd ijs. Grappig. Ik denk omdat het gewoon de puurste vorm van saus is. Oh, en zoet en saus. Ja, ik hou gewoon echt van saus. Niet die saus, maar gewoon mayo saus. Sausé. Ik zie er ook echt uit of ik uitga. Oh. Voor een video. Ja, dat was dus voor een video. Fake bitches. Toch weer opgegeten. Nu lijkt mijn ijsje lijkt nu op een prullenbak die uitgepuild is. Ik ben zo benieuwd hoe die video is geworden. Ik ga hem hier in de vlog plakken. Oh ja, dat is grappig. Ja. Near me. Oh. Check. Sorry. I know, ik ben heel laat. Wat heb je aan? Waarom ben je zo laat? Outfit heb ik mee, hè. Maar we moeten ook nog eten. Ik heb honger. Maar ik ben al helemaal klaar. Wat wil je doen dan? McTry? Met de Greenwheels? Mackie! Ik wil kaas! Hi. Wat voor McFlurry wil je? Karamel. Girl dinner! Croissant hoor. Weet je nou wat ik er aan ga doen? Heb je op mij maar geen zorgen. Dat is spannend. Heel random tot dat genoemd. Ja. Het was gewoon letterlijk, we zaten gewoon allebei op de bank. En opeens zeg ik, kut, ik moet die NS... En opeens was het gewoon switch, opmaken, full glam, outfit aan en gaan. Ja, dat is chill, want als je de hele dag had bedacht dat je het ging doen, dan kreeg je de hele dag stress over. Ja, en ook er geen zin in gehad. Nee. En nu was het gewoon spontaan. En dat is ook veel leuker. Ja. Maar in je eentje is dat moeilijk. Oh, cola. Ik wil even zoeken. Nou, joe! Nou jongens, ik heb net even de video ertussen geplakt. Ik vind hem zelf echt hilarisch. Ik ben net echt even 5 minuten lang gewoon stuk gegaan. Omdat ik het zo grappig vond. Maar ja, misschien is dat al een beetje raar als je zo moet lachen op je eigen video. Maar oké. Ja. Wat zeg je vader? Je komt alleen en je gaat alleen. Dus je kan maar beter plezier hebben met jezelf. Ja. En zo is het wel. Oh, ik heb zoveel zin om gewoon lekker in mijn bed te liggen. Ik ook. Ik ga even douchen. Is goed. Ja, ik ga denk ik niet douchen. Nee, maar ik heb genoeg gemaald. Het is vandaag woensdag. Ik ga even een ochtendje naar kantoor. Dit is de fit. Het regent echt keihard. Ik denk echt, oh my god. Herfst is coming. Nou guys, ik ben nu terug van kantoor. Ik ben even snel mijn koffer aan het inpakken, want ik ga een nachtje weg. Maar ik ga een hele hoop nachtjes weg. Dus ik moet even alle spullen bij elkaar pakken, want ja, ik ga best wel een aantal nachtjes naar mijn ouders. Een nachtje naar Maastricht, gewoon best wel veel. Dus daar ben ik even mijn koffer aan het pakken. Ik ben echt heel slecht in mijn koffer inpakken. Ik vind het vreselijk. Ik kan niks ergers bedenken. Ik hou gewoon niet van vooruitdenken, vooruitplannen. Bedenken wat ga ik aandoen. Nou, al dat gezeik. Het is echt niet voor me gemaakt. En ik vind het echt vreselijk. Echt dat ik zo zou kunnen doen. En ik heb gewoon alles bij me wat ik nodig heb. I wish. Maar dat is niet. Dat ben ik even aan het doen en dan hoop ik voor de spits nog bij mijn ouders te zijn. Echt geen zin om in de file te staan namelijk. Nou, ik ben gezellig bij mijn ouders. We gaan hier eten. Ik heb net vanmiddag hier gewerkt en mijn broer komt ook. Zijn vriendin is helemaal gezellig. Die morgen haalt is vandaag donderdag. Hé, waar is die tas nou weer? Ik ben dus net naar de dokter geweest voor mijn misselijkheid en hartklopping en zo. En ik heb dus hyperventilatie, dus... Dat betekent dat ik soms te hoog in mijn ademhaling zit, waardoor ik stress krijg, verkeerd ademhaal, misselijk word, hartkloppingen krijg, stress. Ik heb het gewoon te druk en stress en dus ik moet even rustig aan gaan doen. Ik ben alleen mijn tasje kwijt. Nou, 3 keer raden waar de meiden zijn. Bij de McDonald's. Always the best. Mag ik dan ook shaker fries proeven? Ja. Vrijdagmiddag mag ik 2 keer kip nugget 6? Nee, de shaker fries zijn uitverkocht. Normale frietsaus misschien? Ja, ja, normale frietjes. Frietsausje bij de weer. Medium ja. Met frietsaus, ja, eerder. Ja, verder niet. Nee, dat was hem. Lekker. Ja, nou, ik heb het nog nooit op. Ik had zo graag willen proeven. Het is echt, ja, lekker zout. Meestal met paprika poeder of zo. Ja, constant. Jammer dat ze die spicy nuggets niet meer hebben. Dat zijn echt de lekkerste items die ze ooit hebben gehad. Oh, lekker zout die frietjes. Die frietsaus, ja, dat maakt het gewoon. Dat is alleen in Nederland, hè? Ja. Zo raar. Dat vind ik echt jammer. Ik word echt wat teleurgesteld. Ja. Naar buitenland. Ik vind het maai ook. Ja, ik vind dat gewoon niet lekker dan. Nee. Daarom vind ik een Burger King of zo ook niet lekker. Maar ook naar Amerika. Nee. Alleen Nederland. Maar dit is toch wel Amerika? Nee, maar deze zout bestaat dus helemaal niet dus in Amerika. Dat is de hele joke. In Amerika hebben ze allemaal van die ranch en zo. Ah, dat is lekker achterin. Huh? Maar die is nu ook wel vast in het menu, toch? Die spicy met chicken. Ja. Vorige keer dat het ook was, ook al die shaker fries uitverkocht. Maar hoe kan het uitverkocht zijn? Dat is alleen een zakje. Nou. En van je poeder. Ja. Wat is jullie favoriete item? Big Tasty. Ja? Ja. Dat vind ik echt de allerlekkerste burger die er is. Met die saus? Komt dat hij heel vers proeft. Verse tomaat, echte aardappels, echt bacon. Ja. Maar deze vind ik ook wel lekker hoor, die spicy met chicken. Ja, die spicy met chicken. Saus. Maar ook echt kipnuggets of cheeseburger of... Nee, jij bent echt een kipnugget. Kipnugget. Nee, ik ben echt een kipnugget. Nee. Ja, Big Mac doet ook echt. Oh. Ik ga wel rijden, want. Ja. Nou, de girls zijn aangekomen in Maastricht. We zijn nu aan het lopen naar de hotel. Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou, we zijn in ons hotel. Lekker groot. Heel leuk. Heel cute binnentuintje heb je hier ook. Gelukkig zitten we inderdaad op de begane grond. We gaan nu even de stad in, want ja, Maastricht is allemaal leuke... nou, noem je dat? Dus, toch? Ik heb geen honger, maar ik wil wel van. Nou, de meiden zitten lekker op het terras. Heerlijk, superleuk hier in Maastricht. Allemaal terrasjes en zo. En zijn aan het beveren. I love it. Nieuwe ronde, hè? Nieuwe ronde. Dat is voor mij, want ik heb dik verloren. Ja. En boos dat ze was. Ja, maar weet je dat ik vind het gewoon zo irritant iets weg. Ja, ik kan er gewoon niet tegen verliezen. Dan gooi ik gewoon een 0 weg en iedereen is gewoon afstand. Ja. Gewoon zo leien. Ja, dat is part of the game. Oh, en we hebben echt een tas vol met lekkere dingen gekocht bij de Jamin. Dus we gaan een TikTok review maken en dan gaan we alles proeven. Ja, helemaal leuk. Helemaal leuk. De girls zijn helemaal ready. Yes. Allemaal knappe dames. We gaan nu lekker uit eten. Ik ben heel benieuwd. Bij Fino and Friends. En toen ging hij met het mesje gewoon een gat, een soort sneetje maken en toen maakte hij een gat erin. Zoveel aandacht dat ze eraan besteden. Ja, maar ik denk oprecht dat hun mesjes gewoon fucking scherp zijn. Nou, we zitten echt bij zo'n leuk restaurant. Dat heet dus Fino and Friends. Fino and Friends. Ja, wijn en vrienden. Ja. Oh, dit is niet... Nou, we krijgen allemaal... We krijgen vier gangen diner. En dan krijgen we van alles allemaal hapjes. Dus ik vind het heel leuk dat we allemaal kleine voorgerechtjes krijgen. Ja, dat vind ik ook leuk. Dan krijgen we maar eigenlijk alle voorgerechten dan in het klein. Ja. Dan delen. En dan een pasta gaan we delen en een hoofdgerecht. Nou, dat klinkt als muziek in de oren. Oh, en nog een toetje krijgen natuurlijk. Oh, je doet nog een toetje. Oh, dat is ook kaas of dessert? Ja, dessert. Dat is ook een dessert. Ja. Nee hoor. Ik wil wel kaas, maar... Is wel niet. Zo die... Nee, ik hou erg van zalm en ik wil niet iets klein. Oh, het ziet er zo goed uit. Nou, lekker, lekker aanvallen. Ja, een bitterbal. Echt? Met risotto of zo? Oh my god, wat lekker. Heel lekker. Met zo'n maatsaus. Nee, ja. Lekker. Birthday to you. Happy birthday, dear Isabella. Happy birthday. Allemaal. It's morning. Het is echt keihard aan het regenen. Ja. Maar weet je, het bederft het pret niet, want we gaan lekker naar de wellness. Yay! Heerlijk. We gaan eerst even ontbijten ergens. En dan even lekker broodje halen. Ja, en dan gaan we lekker naakt. Zijn we met z'n drieën. Heerlijk. Als we ons zien, dan komen we. Ja. Soms herkennen mensen ons, dat is echt koud nog haar. Ja. Dat is wel echt heel raar, ja. Maar ja, weet je. Ja. Oh, de meiden gaan lekker naar de wellness. Heerlijk, want het is echt kut weer en het regent. Ja. En wij dachten, weet je, we gaan niet moeilijk doen als het ook makkelijk kan. We gaan gewoon lekker genieten. Ja. En dan net snoep geproefd bij de Jamin. Staat nu op TikTok live. Wow. Oh. Heel mijn darmen zijn even van slag van alle pittige, zure, zoete, spicy. Nou, ik weet niet wat al. Maar er schijnt een hele mooie te zijn. Nou, ik ben benieuwd. Termen 2000. Daar van binnen? Nee. Dat mag niet. Mij hebben de hele dag in de wellness gelegen. Dat kon je natuurlijk niet vloggen, maar het was echt fucking heerlijk. Nou, top aanrader. We hebben nu... We zijn thuis, by the way. Nu die rice cakes en die carbonara noedels gemaakt. Oh, ja. Ik ga wel door deze. Ja. Doei. Oh, zo lekker. Cheesy. Nou, ik moet nu een hap nemen. Doei. Nou, jongens, het was nog niet snel genoeg op. Of er staat alweer een nieuwe pan op tafel. Jee. Oh, dat is echt erg. Het is echt geweldig. Het ziet er zo goed uit hoor. En kijk. Ja, we hebben ook soepdumplings. Hou je gewoon bij. Oh. Jullie taste testen. Ik wil even zo'n soepdumpling. Nee, we hebben er ook één voor jou. Maar ik heb hem ook pittig gemaakt, dus niet dat je denkt pittig. Ja, ik moet die ook even proeven. Je moet die allemaal nu eerst proeven. Ja, die soepdumpling toch? Kijk er allemaal soep uit. Nou, ik heb hem open gepakt. Ja, maar je zit hier wel heel snel vol van. Vind je misselijk? Oh, ik weet niet wat ik ervan vind. Nou, wel lekker, maar niet... Je hebt nog niet geproefd. Nou, wel lekker, maar er hoeven niet meer ervan. Nee. Nu hebben we lekker dikke rice cakes. Kijk, deze zijn harder hoor, volgens mij. Oh nee. Oh, ik nou, wel iets, maar deze is ook heel fluffy. Ja? Maar zijn wel iets harder. Dit is echt wat je in Frans eet. Ja, dat weet ik. Ik maak dat echt wel heel. Zo, het is het rood. Ja, het is heel oranje, maar oké. Die yoghurt zijn zo lekker. Dat is echt niet normaal. Ah, zo lekker. Ja. Eigenlijk nog alleen gebakken uitjes. Dat is echt, dat maakt het helemaal af. Toch iets waterig deze nu wel. Ja, maar ook wel lekker. Ze niet meer dat voeder hadden. Ze hebben gewoon nog een flesje. Oh ja. Minder smaak. Ja? Ook helemaal niet pittig. Nee. Die is veel minder lekker. Nou. Ja, echt? Veel minder, maar gewoon lekker. Ja, het is lekker, maar veel minder. Maar, ook door die grotere wijscakes is... echt... Nee, over mijn nieuwe beker ben ik over mijn nieuwe... Nee. Kijk. Over dat spel kaarten. Doe dan even je bordje zo gaan. Maar dat komt door die rijstcakes zijn groter. Dus dan is de smaak, zeg maar, proef je veel meer die, ja, zeg maar, veel die meer de smaak van de rijstcake. Van de... Anders was het lekker klein, heel schattig. Want het eerste hap is lekker, maar daarna... Je hebt er vier op, jij maakt niet uit. Ik heb er vier op, ja. Ik peil eruit elkaar. Uit, maar... Nou, echt die rijstcake. Of je moet je langer maken, koken. Ja, ik weet niet. En echt niet kleintjes, ze hadden heel veel makkelijker eten, die is zo weg. Dit is echt wel echt de smaak van een rijstcake. Ja, dat is wel... Nou, minder. Nou, ik vind het wel lekker. Hallo allemaal, welkom bij deze dag. Het is zaterdag. Ik ben met Stan, we zijn op Elrow Festival. En helemaal gezellig. We gaan nu wat eten, want je hebt hier dus een McDonald's. Hoe leuk. Goedemorgen, het is nog zondag. Dus Jules en ik. Another day, another Oriental. Another Oriental sleigh. Hier heb je dus... ook was die noedels ging maken. Niet. Wat was die hier? Ik herken dit een soort van zo'n video. Maar kijk hoe mooi dit Oriental is. Dit is in Noord. Daar zijn we dus nu. Dus we gaan even Oriental inkoopjes doen. Oh, hier is niet één gehaald. Maar deze is ziek nieuw. Heel mooi. Is dit het? Ja. Maar noedels heeft gemaakt? Wat bedoel je? Maar ze hebben hier dus rice cakes met kaas erin. Dat wil ik. Ja. Dat wil ik. Ik heb nog heel weinig gegeten, dus ik wil misschien wel even wat eten. Ja. Ja, ik heb net een heel stok brood met kip naar achter elkaar. Maar we kunnen wel iets sowieso halen wat we vanavond kunnen. Ik ga jullie even laten zien. Jij hebt een vriezer? Ja. Wat we allemaal hebben gehaald. Heel veel lekkere dingen. Deze lime noedels zijn nieuw, dus ben ik heel benieuwd naar. Of course, de carbonara. Oh, de freaking best. Gyoza's. Deze zijn echt het best. De chicken en vegetable. Dan hebben we ook nog chicken karage. Karage of zo. Heel lekker. En dumplings. Chicken en vegetable. Wow. Hebben we kimchi, of course. En besef, hè, jongens, dit was €50. Het slaat nergens op. Kimchi. En deze green tea drankjes. Want die schijnen dus heel lekker zijn. En naar bubble tea, green tea. Hey, hallo. Trolly. Wat is je, schat? Ze is bang dat je weggaat. Nou, ik ben hier. Dus ja, wij hebben weer even een voorraadje. Hey. Nou jongens, we zijn even een uurtje gaan chillen of twee. We gaan nu naar de beste. Ik denk dat ik echt mezelf doodschrik als ik dit doe. Nee, je zit er hard. We gaan nu naar Korean store. Motti. The best rice cake. Een soort rice cake met sausje en een sausage. Kom maar lei. Niet normaal jongens. Gaan we nu als avondeten halen, want het is echt niet normaal. Nou guys, dit was alweer een weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik heb weer genoten van deze week en het weekend was echt heel erg leuk. Dus heel erg bedankt. Vergeet zeker niet je girl te supporten. Met een blauw duimpje omhoog. Like, abonneer. Of course, abonneer, support me. Follow me on TikTok en Instagram, allebei @Sara Verwoerd. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!